Marino Sabadini. Terwijl het regent en waait achter de kazerne. Mauro, goede partij vorige week zaterdag op Lierse tegen Bob Peters. Harold Meijsen, 3 tegen 3 als het snel gaat. Goeie ingreep van Glenn de Voet. En onmiddellijk kiest hij een aanval voor KV Mechelen met Marino Sabadini. Na zo'n 8 minuten spelen in deze wedstrijd. Malinois, Eendracht Aalst. Hasselman, beetje last van een liesblessure. Goede paas, Segers is daar met de goal. Schitterende assist van Patrick Hasselman. Ik wou net zeggen dat hij wat vast had van een liesblessure. Maar toch speel klaar geraakte. En een uitstekende opbouw. Goede aanval. Kijk, dat steekpaasje van Patrick Hasselman. En daar komt Segers van heel ver van buiten het strafschopgebied. En zonder pardon die bal voorbij. Nicky Schippers, die is kansloos. En 1-0 voor KV Mechelen vroeg in de partij. Na precies 9 minuten spelen. Van der Hagen hield die bal met moeite binnen. Meijsen en een slechte bal van Gilles de Bilde. En de tegenaanval van Mechelen meteen met Frank Leen. En daar is Urban. Schippers gaat terug. Urban met het schot. Hij had ook kunnen voorzetten. Florian Urban. Krachtmens uit Hongarije. Spelen 18 minuten, vrij trap voor KV Mechelen na een overtreding van Van Riel die daarvoor een gele kaart kreeg. Marino Sabadini met een wegdraaier, Lamberg met het hoofd, Krentjevic, overtreding van Mauro en die krijgt ook geel. Ancion die het op die manier wat korter probeert te houden, want we hebben nogal wat overtredingen tot nu toe. Krentjevic. De Boek met het hoofd van Britsom. Ontwijkt de tackle van Krentjevic en die krijgt geel. Ancion geeft 3 geel kaarten in 2 minuten. Chris Temmerman. Ja, en Aals begint te komen. De Bilde gaat daar neer en Ancion geeft penalty. Ja, het ging gemakkelijk neer, maar ik denk dat er eventueel wel wat aan de hand kan zijn. Maar daar gaan we nog eens naar kijken. In de herhaling, maar Ancion was autoritair. Daar de Bilde. En gaat dan neer. Moeilijk uit te maken. Het was Gijsbrechts. Deed hij nog wat met de hand naar de benen van de Bilde. Maar hoe dan ook, penalty. Harold Meijsen oog in oog met Patrick Rondak. Zij kan Aalst opnieuw op gelijke hoogte brengen. En hij doet dat ook. 1-1 staat het. Harold Meijsen van op de stip brengt hij Eendracht Aalst weer op gelijke hoogte. Het was in de herhaling nog maar eens zeggen moeilijk uit te maken. Daar gaat hij opnieuw. Rondaks de verkeerde kant uit in de rechter benedenhoek. En zo staat het 1-1. Vrij trap voor KV Mechelen na een overtreding van Van Riel op Hasselman. Hasselman plaatst die bal. In het zijnet. Iedereen zag hem binnen. Vandaar even twijfel in mijn stem. Het was ook uitstekend geplaatst. De bal beroerde het zijnet, maar wel aan de verkeerde kant. Kijk maar. Daar gaat hij. Het zijnet beweegt, maar de bal zit aan de verkeerde kant voor Patrick Hasselman. De Boek. Hasselman. Overtreding van Van Riel. En die gaat de tweede gele kaart krijgen en dat is rood. En zo gaat het maar door. En ik moet u zeggen, de wedstrijd is bij momenten, ja, zeggen we, stevig, fel en bitsig. Maar in het geven van kaarten is Ancion niet altijd even consequent. We geven niet snel en vaak kritiek op scheidsrechters. Krentjevic wil dat hij naar Meijsen gaat, de bal. Daar gaat hij ook naartoe. Sabadini erbij. Meijsen kapt zich vrij. Geen buitenspel van Gilles de Bilde. Van Wanbeken is daar. Van Wanbeken met de kans en de goal. 1-2 voor Aalst. De eerste kans, een counter van Aalst. Eerste kans in de tweede helft. En het is raak. Peter van Wanbeke en Aalst staat op voorsprong. De voorzet van Gilles de Bilde. Zag van Wanbeke daar helemaal vrij staan. En die kop in de bijna lege kooi. Rondags kwam er niet meer bij of in de buurt. En deze mannen zijn blij natuurlijk. Ja, dat duurt daar nu. Godwin Okpara neemt zijn tijd voor het nemen. En Okpara moet opletten, want die heeft al een gele kaart. En die krijgt er nog een. Het is de tweede, het is rood. Wegens tijd winnen. Ja jongens,
Ik heb hier een groot papier bij mij. Al de spelers van Aalstar nu naartoe naar de scheidsrechter. Maar het is nog moeilijk om volgen. Het was tijd winnen en hij had al een gele kaart. Maar de wedstrijd verloopt in de grootste verwarring. En ik heb het al gezegd daar straks, we zeggen dat niet vaak. Maar Ancion oogst voor een groot deel wat hij zelf gezaaid heeft. En Godwin Okpara, de tweede man bij Aalst, die naar de kant moet, dus Aalst nu met 9. Urban. Als een man gaat neer en Ancion geeft penalty. En ja, ik zal niet zeggen dat het compensatie is. Daarvoor gaan we wachten op de herhaling. Maar het ruikt er toch sterk naar. Er moest maar een contact komen in het strafschopgebied. De dieptepal van Asselman. Ja. Of de dieptebal van Urban en Asselman die neerging. En dus Ancion wees voor de tweede keer deze avond naar de stip. En dus een unieke gelegenheid voor Mechelen om opnieuw gelijk te komen met Urban. Tegen de paal opnieuw! En in tweede instantie schiet hij raak. Jongens, jongens, wat gebeurt hier allemaal? Maar dus toch 2-2. Maar Urban in eerste instantie opnieuw tegen de paal. Daar gaat hij. Tegen de paal, maar ik kan zelf hernemen in de rebound en dan is het raak en 2-2. Met nog, even kijken, 22 minuten te spelen. Van Britsom, wrijven en hier is Asselman met de tackle van Timmerman. En die krijgt meteen rood. En nu is Jan Keulemans bijzonder boos. Ik weet niet of dat een ingreep was om onmiddellijk rood te krijgen. Alle spelers van Aalst bij Ancion. En Keulemans er ook bij, dus Aalst met 8. En een ongelooflijke verwarring op het veld. Keulemans staat mee op het terrein. Daar krijgen we het opnieuw, daar de overtreding. En daar trekt Ancion dus in één tijd rood voor. En Ancion, als we die in beeld kunnen krijgen, Keulemans erbij, die is compleet de pedalen kwijt. Van Wanbeke. Overtreding van Asselman. En dan moeten we op ons papier kijken. Tweede keer geel. Dat is rood. Ja, jongens. De gele kaart, de tweede gele kaart voor Asselman. En nu is Mechelen ook met 10. Dus we zijn met 10 tegen 8. De boek. Van op. In de voeten van Meijsen. Ja. Mechelen heeft weinig gedaan. Met zijn numerieke meerderheid. De beelden met de voorzet. Rijs met de knal. En bijna de 2-3. Zou wat geweest zijn. Maar het is 2-2 gebleven. Een wonder dat Aalst in die omstandigheden nog een punt heeft kunnen pakken. Over deze partij en het kaartje trek van scheidsrechter Ancion zal nog lang gepraat worden. En we doen dat nu al met Aalst-trainer Jan Keulemans bij Dirk Abrams. En Keulemans, ja, wat moeten we daar nu nog gaan zeggen? Ja, eigenlijk heel weinig. Hè? Alle woorden die we erover zeggen zijn er eigenlijk te veel aan. Dus ik denk dat hier een wedstrijd tussen aanhalings gezien hebben die met twee ploegen die eigenlijk wou, maar die dus door één man eigenlijk zijn dwarsboomd en dat is dus heel spijtig. Had je dit al meegemaakt? Nee, dat nog niet meegemaakt. Ik denk dat er dus vandaag weinig of geen serieuze overtreding is gebeurd. 4 rode kaarten, 27 gele kaarten 31. Of 31, dus het is niet te begrijpen eigenlijk. En dan eigenlijk ongelooflijk met die numerieke minderheid toch nog recht gebleven. Hè? Ja, omdat dus, ja, ik heb al tientallen keren gezegd, dus dat is een ploeg die er wil in blijven, die er dus alles voor over heeft. En dat lijkt dus vandaag nog weer, met veel mensen onder mijn plein, met jachten geloof ik, nog proberen eruit te komen, al voetballende. En dat is dus weer al een plein voor mijn ploeg.
Ook bijna de winnende goal. En bijna dus een wereldgoal nog. Ik denk dat we dus gewoon goed bezig zijn, maar het mag natuurlijk niet iedere week met zo'n scheidsrechter zijn, want dan moet ik zelf nog gaan trainen en zelf nog gaan meespelen. Jan Keulemans, dat van die 31 kaarten was wat overdreven, maar het kwam toch al in de buurt. En iedereen maakt fouten, maar gisteren had ik de indruk dat Ancien, zeker in de tweede helft, de pedalen volledig kwijt was. Philippe Maartens ging hem een dag later in Jambes opzoeken. Armand Ancien fluit al 18 jaar, waarvan 6 jaar in de hoogste klasse. Het was gisteren niet de eerste keer dat hij onder een fluitconcert van het veld stapte. Ça me laisse totalement froid. 15 kaarten in een wedstrijd waar geen zware gekwetste gevallen zijn. Het geeft vlug de indruk dat er een scheidsrechter zonder gezag op het terrein stond. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu suffisamment d'autorité, mais que les joueurs ne l'ont pas accepté. Et j'estime que je suis resté logique avec moi-même, de la première à la 90e minute. Het liep eigenlijk al fout van in het begin. Van Riel mocht Asselman en Tjernjatinski blijven aanpakken, meestal ongestraft. Pas na 20 minuten kwam de eerste gele kaart, te laat wellicht. Nee, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas jouer au football hier. Il y avait un antagonisme entre les deux équipes, un manque de respect entre les joueurs, qui pour moi était frappant, flagrant. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, j'ai essayé d'agir en conséquence pour calmer les esprits, malheureusement, bon, ils n'ont pas voulu l'accepter. De harde lijn dan maar. 3 gele kaarten binnen de minuut. 3 zware fouten ook. De logica ebde wel weg toen er daarna voor gelijkaardige overtredingen niet gefloten werd of geen geel getrokken werd. Ancien is sinds begin 1994 een van onze 8 internationale scheidsrechters. Zijn reputatie mag er zijn. Op de 5 wedstrijden die hij deze competitie in eerste vloot, trok hij al 29 keer geel. Gisteren had hij het helemaal verkorven toen hij een dubieuze penalty floot en ook Para een tweede geel en dus rood gaf voor treuzelen. Ook dit was behoorlijk streng. Geen geel, meteen rood. Il n'y a plus aucune possibilité pour Timmerman d'avoir le ballon et il part carrément le pied en avant dans sa cheville. Donc carte rouge, il ne joue pas le ballon. Enfin bon, moi j'aimerais aussi préciser l'anecdote avant la rencontre. Quand vous avez un joueur comme Asselman qui se présente à vous pour les stutes et qui n'est pas en tenue, qui a les chaussettes tombantes, les jambières flottantes, la vareuse sur les épaules, et il trouve tout à fait logique de se présenter comme ça. Je ne sais pas où est le respect de l'arbitre et où est la politesse du joueur. Alors quand on entame déjà comme ça une rencontre, 10 minutes avant, quel est l'état d'esprit de ce joueur pour monter? Gisteravond zat Alex Ponnet in de tribune als controleur van de scheidsrechterscommissie. Monsieur Ponnet n'avait absolument rien à me reprocher au niveau de mon autorité et de mon placement et de ma prise des fautes, qui pour moi est très important, est un signe de confiance. Ja, tot zover de verdediging. We gaan er natuurlijk over doorpraten en voortpraten met Jan Keulemans. Jan, Ancien had het over een gebrek aan respect en zelfs vijandigheid tussen beide ploegen. Was dat ook jouw indruk? Nee, ik vond dus de wedstrijd, zonder deze 20 minuten, was dus vrij opgaande, weinig of geen fouten. En dan wordt dus op minder dan een minuut, denk ik, dus 3 gele kaarten gegeven. Dat is een teken dus, denk ik, dat je, hoe dan ook dan, ja, verkeerd bezig bent. Ik denk dat je dus op een andere manier dat moet kunnen aanpakken. Aan de andere kant denk ik dus ook wel, de scheidsrechters worden tegenwoordig met zoveel overladen. Reglementen hier, nieuwe wetten daar, dat het dus af en toe fout gaat. Ik zou er dus voor willen lijven dat ze gewoon hun eigen wedstrijd mogen fluiten. Hè? Nu een tackle wordt dus meestal direct met geel, tackle langs de achter trekt rood. Dat was vroeger dus niet en dan kon je dus nog eens een mannelijke wedstrijd spelen eigenlijk. Nu dat je bij wijze van spreken al een tegenstrever ziet, dan krijg je dus geel. En dat zou dus een klein beetje moeten veranderen. Nu, u vond het wel een vrij felle wedstrijd hoor, gespeeld bij inzet vond ik, van bij de aftrap. Heeft Ancien het te laks gedaan in het begin? Dat is een beetje mijn gevoel, dat hij 20 minuten ongeveer nauwelijks wat gedaan heeft, bepaalde fase heeft laten gaan, onbestraft heeft gelaten, waar hij later dan geel is beginnen voor geven. Is het zo wel uit de hand gelopen? Ik denk het dus wel, en zeker dan ja, de eerste rode kaart, de twee dus gele kaarten van Stefan van Riel, vond ik persoonlijk niet waard dus voor een uitsluiting. En dan krijg je dus ja, van die momenten dat je
een beetje overloopt, dat je een beetje overkookt eigenlijk. En dat zou dus allemaal niet mogen gebeuren, maar dat hoort er dus allemaal bij. En ik denk dus, wat Ancelot betreft gisteren, meestal is dus één ploeg die ervoor is en één ertegen. Ik denk dus dat iedereen na de wedstrijd van overtuigd was dat dus de leiding in die wedstrijd dan toch niet 100% was. Nu, tot aan die tweede rode kaart van Okpara blijf je rustig naast die dugout staan. Dan komt die derde rode kaart van Timmerman. En dan, wat we nog nooit van jou gezien hebben, woest het veld op. Wat ging er op dat moment door je hoofd? Of waarom toen die reactie? Want het is ontkeulemans, hè? Ten eerste zag ik dus al mijn spelers dus naar een show gaan. Ik zeg, ja, als er nu nog een rode kaart krijgt, ja, dan moeten we stoppen, zeggen. Want er hebben we nog maar zeven of staan. Dus dat wou ik dus een klein beetje vermijden. Aan de andere kant dacht ik, ja, als ik hier ben, dan kan ik dus zeggen wat ik wou zeggen. Het lag niet op mijn lever, ik moest er dus gewoon af. Dus dat was het enige. Wat was dat? Ik kan me dat al meer herinneren. Maar je was wel onmiddellijk na de wedstrijd vrij rustig. Ik was dus, dat hij mij dus af terrein is gestuurd, was dat voor mij over. Dus we stonden toen nog 2-1 voor, denk ik. Of was al 2-2, ik wil er vanaf zijn. En het was nog 20 minuten te gaan. Dan denk je, eerlijk gezegd, met tegen 11 tegen 8. Ja, nu zijn we eraan, dus het kon me op het moment eigenlijk niet zoveel meer schelen. Alhoewel dat dus, dat einde nader dat dat dus terug opkwam en zegt, godverdomme, kunnen we hier nog iets halen? Ja. Kun je daar begrip voor opbrengen, want laten we er toch maar van uitgaan dat het een off-day is van Ancelot. Kun je daar begrip voor opbrengen? Dat is zeker en vast, dus ik heb het al gezegd, scheidsrechter zijn is niet gemakkelijk. Het is dus een heel moeilijke job, vind ik. Je kunt voor weinig goed doen en dat moeten wij dus daar allemaal een klein beetje rekening mee houden. Maar zo'n wedstrijd als gisteren, dat is ja, drie rode kaarten krijgt van voor één elftal. En dat elftal nog mijn elftal is, dan koopt af en toe eens over. Ja. Ja. Gevolgen zijn zwaar, hè? Ah, ja, maar drie schorsingen zijn al zes rode kaarten dit seizoen. Natuurlijk. We zijn heel tevreden met dat punt. Maar daarna moeten we toch een beetje beginnen over na te denken. Nu dus weer drie rode kaarten. Die geel kaart die erbij komen, die dus ook schorsingen veroorzaken. Ja. Dus het zal gaan doorwegen. Ja. Daar zit jij nu mee, hè? Daar zit ik dus nu mee, ja. Ja. Nu, langs de andere kant, wat ik wel formidabel vond en eigenlijk een huzarenstuk. Jullie blijven dan met 8 mensen overeind. Mechelen heeft die numerieke meerderheid niet echt kunnen uitbuiten. Bijna een half uur, hè, met 8. Ongelooflijk eigenlijk. Ja. En bijna de winning goal van Rijns. Ja, ja. Dat misschien wel iets van het goede te veel geweest. Maar we hebben ze dus goed opgevangen en wat dus heel belangrijk is, we proberen dus, als we de kans hebben, zeker zaterdag ook met 8 man, toch nog als voetbal eruit te komen. Mm. En daar kan ik alleen maar mee tevreden zijn. Ja. En ook over de inzet en het karakter, neem ik aan. Ja, maar dat hebben we dus voor het seizoen afgesproken. Van oké, jongens, willen we in eerste klas blijven, dan moet er dus inzet zijn, moeten we dus bij wijze van spreken aan ons hoofd er gaan voorleggen. En dat doen ze op het moment meer dan behoorlijk. Ja. Haast doet het meer dan behoorlijk, zoals je zelf zegt. Had je nu voor het seizoen gedacht dat het zo goed zou gaan zoals het nu gaat? Nee, zeker voetbaltechnisch niet. Mm. Omdat we dus nog maar 1 keer zijn weggespeeld en dat was dus op Club Brugge. En dat dus, ja, overreden ploeg. En dan nog gewonnen. En dan nog gaan winnen. Maar voor de rest hebben we dus, denk ik, geen enkele keer ondergelegen. We waren in de meeste gevallen de beter ploeg. En dat is natuurlijk heel positief en heel plezierig voor te zien. Ja. Ik heb hem gisteren voor het eerst in levende lijven zien spelen, Gilles De Bilde. Het was geen gemakkelijke wedstrijd voor hem, zeker niet na al die uitsluitingen. Maar dan kan hij toch individueel nog een aantal zaken forceren. Ze zitten erachter, hè? Ja, maar dat is dus ook logisch. Ploegen als Aalst en nog meerdere ploegen, als die dus een hele goeie nemen, dan kunnen ze die 9 kans op 10 niet houden. Dus dat weten ze in Aalst. Het geluk is dat hij nog een contract heeft van een jaar. Daar staan ze iets zekerder dan, in verband met het financiële. Maar als de situatie zich nu voordoet, zal hij toch aan zijn laatste seizoen bezig zijn. Hmm. Ben je daar realist in of wil je daar toch met tand in tand tegen verzetten om die proberen te halen? Ik ben er realist in. Ik vind dus dat je niemand mag tegenhouden. Dus zijn toekomst staat er toch een klein beetje op spel. Waar ik natuurlijk niet meer kan leven of wil leven, is dat hij nog zal vertrekken voor een nieuwjaar. Dat was er eens sprake van. Zit dat recht niet in, denk je? Dat ik dus onze manager moet geloven, Noorlands, dan gaat hij dus zeker en vast niet weg voor een nieuwjaar.
Het zou dus ook belachelijk zijn hem laten te gaan, omdat we dus voor het seizoen hadden afgesproken, oké, ons doel is en blijft dus eerste klas. En dat is de beelden dus daar een hele belangrijke speler in. Dat is gisteren nogmaals gebleken, waar wij dan met echt nog op plein staan tegen 11 en waar zij dan toch nog altijd 3 man van achteruit tegen 1. Ja.